Leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal. Ik ben Bo. Kom aan. Ja, dit was helemaal raar. Maar vandaag neem ik inderdaad de video op met Romane. Yay. En we gaan vandaag de... Waarom? Omdat ik het niet kan uitspreken. Okay. Two truths, one lie. Dus twee waarheden, één leugen. Challenge. Inderdaad. En dan moeten we dus van elkaar raden welke waar is, welke waar zijn en welke niet waar is. Ja. Ik weet niet of je het gaat raden, maar het komt vast goed. Inderdaad. We hebben trouwens ook een video opgenomen op Romane kanaal waar we gaan koken. Ik weet niet of die nu online staat. Als het nog niet zo is, dan waarschijnlijk wachten. Nee, waarschijnlijk wel. Oké. En dan gaan we nu beginnen met vragen. En ik, jij mag beginnen. Mag ik beginnen? Ja. Heb ik de eer? Ja. Deze is best wel makkelijk, denk ik. Oké. Ik ben benieuwd. Oké. Ik dans al sinds mijn 7e hip-hop en street dance. Oké. Ik heb minder dan 100 video's op mijn kanaal. Oké. En ik had vroeger een hele grote verzameling aan postzegels. Oké, dat dansen is sowieso waar, denk ik. En ik denk dat de leugen is... Ik denk dat de leugen de postzegels is. Ja, je had gelijk. Ja? Ja. Wat zou het zijn als ik postzegels zou verzamelen, jongens? Postzegels. Nou, er zijn mensen die het doen. Ja, I know. Oh, jongens, we zijn echt aan het die hier. Het is zo warm. Het is warmer dan buiten. Hashtag dying. Oké, komt ie. Ik heb vroeger op turnen gezeten. Oké. Okay. Ik had vroeger wandelende takken als huisdier. Oké. Okay. En ik wilde vroeger ballerina worden. Ik zie jou echt voor aan dat je wandelende takken hebt. Ik weet niet waarom. Je denkt dat dat een leugen is? Nee. Ik denk dat het waar is. Oh, je denkt dat het waar is. Oké. En elk meisje wil ballerina worden. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat het ballerina een leugen is. Ja. Ja. Oh, dat had ik echt niet verwacht eigenlijk. Ik dacht dat je de wandelende takken zou zeggen, omdat dat echt... Nee, ik vind het wel raar. Ja, nou, ik vind het echt niet voor jou. Ja, ik had de wandelende takken vroeger. Dat is echt tof, hè? Ja, ik had er eigenlijk niet zoveel aan. Dus heb ik ze maar buiten gezet. Daar word ik klaar mee. Maar oké, dit is goed. Dus we hebben allebei één punt al. Ik heb nu iets over middelbare schoolcarrière. Oké. Okay. Op de middelbare was ik de snelste van de klas. Qua rennen? Ja, qua rennen. Oké. Okay. Op de middelbare ben ik nog nooit... uit de klas gezet. En op de middelbare kletste ik mega veel, maar haalde ik wel super hoge cijfers. Ik denk dat de laatste twee waar zijn, dat het dus een leugen is dat je het snelst kon rennen. Nee! Nee! Ik kon het snelste rennen van de klas. Echt? Waarom was dat niet waar? En dat ik nog nooit uit de klas ben gezet. Oh, je bent nog nooit uit de klas gezet. Oh, dus je bent wel uit de klas gezet? Nee. Ja, oh, zo. Mm. Oh my god. Ja, die had ik eigenlijk wel kunnen weten. Maar... Ja. Maar ik ben echt nog maar 2 keer op zo eruit gezet. Echt heel weinig. Echt? Maar kom je echt op de snelste rennen? Ja. Ik zie je al gaan voorbij al die stoere jongens. Ja, ik kom eraan. Ja, ik weet niet, maar dat was op een gegeven moment echt in de 4e of 5e of zo was het pas hoor. Oh. Maar ik week in de benen, maar ik ga echt super snel. Ja. Weet je wel, echt zo. Ja, maar nu niet meer. Nu is het gewoon de fucked up. Ja. Komt niets van een... Van niks. Ja. Van niks. Ja, precies. Oké, dus deze geen punt voor mij. Maar misschien haal jij nu wel weer een punt. Want ik had vroeger een YouTube collab kanaal met 7 andere mensen. Ik heb mijn kanaal al sinds 2007. En ik ben nog nooit gehackt op YouTube. Oh, dat is echt moeilijk. Want ik weet dat je echt al zo lang YouTube doet. Maar met welk kanaal? Pokero of All These Games Pokero? Oké, nee, die geloof, dat is waar. Ik weet ook dat je een collab kanaal hebt gehad. Maar niet, weet je dat het met 7 mensen was? Wat is de leugen? Okay, dus de leugen is, ik ben nog nooit gehackt op YouTube. Oké, ik moet zijn, ik ben ooit gehackt op YouTube. Oké, nou weet je, ik reken hem goed. Maar ik ben dus een keer gehackt op YouTube. Oké, wat is dan... Oké, nou dat... En de collab, dat was waar. En... Het kanaal sinds 2007 was ook waar. En dus de YouTube was een leugen, maar ik had hem niet goed getypt. Dus je hebt een punt. Yay! Dit is moeilijk, die dingen overzinnen. Ja. Jongens, we hebben echt misschien een half uur over gedaan om die dingen te verzinnen. Oké, in Bang voor Clowns. Ik ben de slechtste reismaker. Ik kan gewoon geen reis maken. Dat is een titel in video. Ik weet er dus al één. Oké. Okay. Top. En ik ben bang voor kettingzagen. Oh, dit is een twijfelgeval dan. Kettingzagen is denk ik een leugen. Dan ben je wel bang voor clowns. Ja. Ja, oké. Okay. Jee, er staat weer 2-2. Woehoe. Ja. Toch? Ja. Ja. Oké, daar komen ze. Ja. Ik was op mijn 15e smoor verliefd op een leraar. Ik zat in Barendrecht op de middelbare school. Ja, hoe moet ik dat nou weten? Hè? Hoe moet ik dat weten? Oké. Okay. En ik was super slecht in wiskunde. Welke is een leugen? Ik weet het niet. Zo moeilijk. Wat was die eerste moment afgegeten? Ja, ik was verliefd op een leraar vroeger, toen ik 15 was. Dat is een leugen. Ja, dat klopt helemaal. Ja, ik weet niet, ik kwam er ineens op. Je ziet heel vaak van die meisjes die dan verliefd zijn op zo'n knappe leraar. Ja, dat is wel waar. Ik heb dat nooit gehad. Ik ook niet. Ik ook niet.
Ik had alleen mijn oude leraar ook, echt van die opa's. Ja, echt een geval had ik nooit, dus nee, jammer. Oké, 3-2 voor Romane. Ik sta achter. Yes. Nee, maar ik verbaas mezelf, want we kennen elkaar niet zo heel erg goed op zich. Nee. Dus met een beetje gewoon, ja. Oké, ik hou niet van pure chocola. Wanneer ik vroeger naar school fietste, fietste ik zeg maar met een vriendin. En we reden altijd onder bomen. En zij kreeg altijd vogelpoep op haar. En ik was altijd, zeg maar, niet de lul. Ik fietste altijd gewoon chill met haar. Maar zij was altijd, en gewoon elke week was ze wel de lul. Oké. Okay. En ik ben een keer zo hard gevallen op de fiets met diezelfde vriendin. Dat ik een week niet kon lopen. Dit is een hele moeilijke. Het is moeilijk, hè. Maar het is gewoon... misschien... Kijk, Bo en ik en Bart en Shaquille hebben een keer een sleepover gehad. En ik denk dat ik toen heb gezegd. Eén van deze drie heb ik gezegd. Ik denk dat die gelogen is. De pure chocola. Nee? Ik dacht dat kan wel iets zijn wat je toen hebt verteld. Ja, dat ik het niet, ik lust het niet. Welke was dan gelogen? Dat je niet kon lopen. Ja. Ja? Oh, maar ik heb maar ik kon echt misschien 2 dagen niet lopen of zo, maar niet een week. Maar dat is echt, je vriendin heeft elke week vogelpoep op de ja. Nice! Zou ook net voor school gebeuren. Ja, nee, dat, ja, we fietsen alle samen en we echt zo'n hele lang, maar het was echt gewoon 7 kilometer zo'n weg. Met alleen maar bomen met ons ja. De lul. Nog steeds 3-2 voor jou. Ja. Ik heb weer geen punt, ik kan er niks van. Nope. Dit is de laatste ronde alweer. Het gaat sneller dan wat ik dacht. De eerste, ik ben nog nooit in New York geweest. Sowieso wel. De tweede, ik wil al heel lang stewardess worden. En mijn schoenmaat is 38,5. Je bent sowieso in New York geweest. Dat is gewoon for sure. For sure gewoon. Dus dat is de leugen. Nee, dat is niet de leugen. Dat is de leugen. Ik ben nog nooit in New York geweest. Oh, dat is een leugen, ja. Ik ben wel in New York geweest. Hij was best makkelijk. Ik dacht dat de laatste makkelijk voor jou. Wat was die ene? Ik wil heel lang stewardess worden. Yeah, ja, ik weet ook niet waarom. Is dat echt? Ja, dat is, oh, echt, dat is echt grappig. Oh ja, dat wist ik niet. Ik dacht of dat is een leugen of... Ik had eigenlijk niet in New York helemaal niet gehoord. Nou, je hebt alles goed dan bij mij. 4-2. Jezus. Maar jij hebt nog een rond te gaan, dus ik kan nog punten halen. Ja, ja toch? Nee toch? Of heb ik de laatste al gedaan? Ja. Oh, dus dit was het. Ja. Oh, nou ik kan er niks van. Ik kan er niks van. Nou, anyways. Nou, ik vond het wel leuk om te doen. Het was de eerste keer dat ik dit heb gedaan. Jij had het al eens eerder gedaan, hè? Ja, maar toen kon ik ook niks van. Het is echt zo moeilijk om die dingen te bedenken. Maar het was wel heel leuk. En dit was ook weer de video voor vandaag. En kijk natuurlijk ook even op Romane's kanaal voor onze kookvideo en weet ik veel te video. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En tot de volgende keer weer. Joe. Doei.